Kijk, komt ie, ja? 1, 2. Ah, oh, super lief! Alsjeblieft. Holy moly, dit is nog vet werk hoor. Zo. Oh! Welkom bij de vlog van Enzo. We gaan met z'n allen zo van let's go. Het wordt vandaag weer een gekke show. 4 uur online, dus tempo. Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik heb echt heerlijk geslapen. Ik werd alleen vannacht wakker door Myron en ik vond het zo super sneu. Want Myron zei tegen mij, Enzo, ik heb zoveel buikpijn en ik ben bang dat ik moet spugen. Alleen als ik erover nadenk wat Myron mij ooit heeft verteld, is dat ze echt een hekel heeft aan spugen. Bijna een trauma gewoon. Ze vindt het echt verschrikkelijk. Dus ik had zo met haar te doen vannacht toen ze dat zei. En toen werd ik vanochtend wakker en toen zag ik ook een pannetje naast het bed staan. Ja, een emmer zeg maar dan was dat een pan. Ja, dit was echt zo sneu om te zien. Dus ik ga nu even een uurtje sporten en Myron die gaat niet mee, want ja, die voelt zich nog niet helemaal lekker. Dus dat begrijp ik ook heel goed. Hallo Myron. Ze hebben hier in ieder geval alweer flink wat zand erbij gelegd. En ze zijn in de tuin sinds vanochtend vroeg alweer echt flink aan het graven. Dus ik zal jullie daar later vandaag even een update voor geven. Voor nu, Myron, even lekker chillen. Ik heb voor jou deze om beelden over te zetten. En wel een mooi sportbroekje aan, maar... Ja, ik had me wel omgekleed. Ik dacht, misschien ga ik mee. Nee, ik zal gewoon even lekker chillen en dan komt goed. Ik ben zo weer terug. Oké. Okay. Tot zo. Komt goed. Ciao, ciao. Boom. Ja, Myron is wat dat betreft echt een zieke doorzetter hoor. Die denkt dan zoiets van, ja, ik ga gewoon heen en kom wel goed. Voel ik me vast wel beter, maar nee, ze zag het dus toch niet zitten. Maar goed, dan pakken wij eventjes de auto. Gaan we even een uur sporten. Dat is echt een heerlijk begin van de dag. Dan kunnen we de rest van de dag lekker doorknallen. Als Pim ons in ieder geval een beetje spaart. Want soms dan heeft hij van die trainingen dat je de rest van de dag denkt... Oh, dit was echt pittig. Ik heb heel erg veel zin om buiten te trainen. Ik weet dat Pim nu alles klaar heeft staan. Maar ja, het was vannacht een beetje regenachtig. Dus ik ben benieuwd. Check dit eens even, dames en heren. Lekker KP Active shirtje. Boom! Boom! Hey, lekker. En het zit lekker. Ja, echt nice. Het zit echt heel fijn. Myron en ik hebben Pim even een nieuw outfitje gegeven. Kort broekje KP Active, shirtje KP Active. Beast mode, hey, gast. Wauw, niet normaal. We gaan samen trainen, superleuk. Ik heb er zin in. Ja. Yeah, let's go. Wat ga je doen? 10 keer knietje op wanneer, 10 keer wieltje en 20 keer doors and twist. Oké, okay, nice. Nou, deze 10 keer. Let's go. En dat gaan we in teamverband doen, dus we wisselen de hele tijd de 3 oefeningen om. Zo. Zo, dit is ook lekker. Ik denk dat we een nieuw favorietje hebben en zo, hé. Een soort Superman-stijl, hè? Lekker, man. Ja. Lekker. Lekker en zo. Oh, we zitten de jump over die in... Hey, wauw, hoi. Die was mooi, hè? Dat is zeker mooi. Netjes, man. En dat in een dikke broek met 30 graden, hè, vriend? Hey. Zo, het regent, maar het is echt warm. Zorg hem, hè? Ja. Benauwd, hè? Pim is tot nu toe de enige die ik ken die het shirtje van KP Active in de goede maat heeft besteld en dat dit helemaal strak zit. Heb jij nou zoiets van, ik heb een super toffe foto van KP Active dat ik aan het sporten ben, lekker in de gym bezig. Dan laat het vooral weten, tag mij en Myron in je bericht. En dan gaan we even een reactie geven of reposten het op onze story. Vinden we namelijk leuk om te zien. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de Knolpower kleding. Tag ons, @knolpowerkleding, @enzoknol. Ga ik even een reactie geven of repost het. Zo, dames en heren, training zit erop. Ik ben de uitspijnen vandaag. Bent u klaar? Staat je wel goed, ja. Bent u klaar? Ik ben klaar. Ja, ja, dan mag je ervan op. Hey, ik heb genoten, dankjewel. Dank je wel. Gezellig. Fijne dag nog. Dankjewel. Niet buiten getraind, maar misschien de volgende keer wel. Oh, dit is alweer. Ja, lijkt me leuk. Leuk, hoor dan. Goed, fijne dag. Rustig aan. Dankjewel, vrienden. Lekker. Rustig aan. Ciao, vriend. Oké, bye bye. Deur dicht. Nee, ik doe hem lekker dicht. Nee. Ciao! Zo, dat was een heerlijke training, dames en heren. Ik ben wel gesloopt, maar niet zo super, super mega gesloopt dat ik de rest van de dag zo zit, zeg maar. Dus dit was heerlijk. Dit was genieten en waarschijnlijk volgende keer buiten trainen, als het mooi weer is. Snel en af. Hey, rustig aan, maat. Ciao, ciao!
Het was juist wel echt super nice, omdat we met z'n tweeën gingen trainen. Dus dat was heerlijk. Dus zoals ik al zei, heerlijk begin van de dag. Hallo! Hoi, oh, je bent het wel! Hi! We dachten, we wisten het niet zeker. Ja, ik ben het. Ja, tuurlijk. Wat zijn jullie zomers gekleed voor? Ja, weet je hoe warm het is? Oh, ja, dat is waar. Maar we hebben dus nu, we hebben pauze, want we zitten hiernaast op school. En we zijn geen eens sporten. Dus wij dachten, er moet er heen. Ja, oké, okay, dat snap ik. Is het niet vervelend als we hier staan? Nee hoor, we kunnen wel een foto maken, dat is geen probleem. Dat is echt lief. Zal ik een selfie maken voor ons van hier? Ja, tuurlijk. Gaan we met z'n allen? Ja. Oh, je bent echt fantastisch. Kijk, komt ie, ja? 1, 2. Ah, oh, super lief. Alsjeblieft. Fijne dag. Hey, hetzelfde. Doei, doei. Ja, dit is wel echt een extra heerlijk begin van de dag om mensen zo blij te maken. Dus geef me weer een goed gevoel. Gaan we een heerlijk, sportief, fijn, gelukkig gevoel naar huis. Ik heb de auto even aan de zijkant neergezet. Want ze hebben de ruimte nodig om hier met machines langs te gaan. Kijk eens even. Het ziet er al nice uit hoor. Nu alles zo verhoogd is. Dit stuk hebben ze dus allemaal al gevuld. Dit hele stuk zowat. Ik heb even een heerlijke douche genomen en ze zijn volop bezig hier voor het huis om alle rijplaten weg te halen. En dat doen ze met een grote machine. En dat gaat er zo aan toe. Kijk, hij zit daar op een stoeltje met een grote grijper. En daarmee pakt hij de rijplaten en legt hij ze achterin bij de vrachtwagen. We kijken hoe hij dat gaat doen. Hoppakee. Wat een handigheid heeft hij zeg. Zo te zien legt hij hem eerst even een beetje opzij. En dan kan hij daarna de volgende rijplaat pakken. Kijk dan, wat een handigheid zeg. Holy moly. Dit is wel vet werk hoor. Zo, dit doet hij super smooth. En legt hij ze zo achterin. Hoppakee. Super clean. Echt super clean. We zijn weer een stapje dichterbij, want als de rijplaten allemaal weg zijn, dan kunnen ze ook voor aan het huis bezig met de tuin. Want uiteindelijk komt er allemaal grind te liggen en tegels rondom. Dus ik ben blij dat die rijplaten nu allemaal worden weggehaald. Hallo, hallo, hallo. Hey. Goedemiddag. Hallo, Wiman. Hoe is het? Ja, niet zo best. We hebben een storing in het riool. Storing? Ja, dat is een klein probleempje met het toilet. Echt? Ja, dat is oud huis. Serieus? Ja, dat werkt wel vaker aan. Komt altijd scheid omhoog? Nou, dat niet. Maar blijft lekker hangen. Wat? Dus het stinkt vet erg. Nee, valt wel mee. Maar je kan hier wel plassen hoor, en poepen als je wil. Ja, thanks. En jullie zitten op een andere. Ja, klopt. Wij zitten op die. Ja, jullie hebben twee. Wel, het is per twee. Ah. Dus de buurman die had gebeld en ik had geen idee. Ik spoelde gewoon door en ik dacht, vervelend. Oei, oei, oei. Ja, het zijn wel oude woningen inderdaad. Hoe is het met jou? Ja, gaat lekker man. Ze hebben de rijplaten weggehaald. Kijk, de tuin bro. Ja, ik zag het al inderdaad. Ziek hè? Ze waren spieken. Ze zijn al flink vooruit gegaan met de tuin. Dus ze hebben echt alles al perfect opgehoogd voor tegels die worden geplaatst. Ja, ik ben echt benieuwd man. En ik heb voor jou dus een mooie kapstok in aanbieding, hè? Ja, ik hoor dat al van Elisabeth. Ja, en van Miron. Wij proberen zeg maar dus de kapstok te verkopen aan de buren. Deze kapstok die past hier niet, dus we hebben uiteindelijk een rechte kapstok. Maar Elisabeth vond dat echt een prachtig idee voor jou thuis. Ja, ik vind het ook heel mooi, ja. Daarom gaan we die ook aan jou verkopen. Ah, ja. Hoe hang je dit op? Zo? Bro, er hangt nooit iets op als je het niet zo, oké? Zo. Ja, en dan hang je daar de jas op. Dat is wel op de doorliep. En dan hang je hier een jas op. Ja. Dat is wel laag. Ja. Huh? Maar hoort dan een paal eronder? Ja, daar is die andere weer voor. Oh, dat hoort zo. Zo en dan zo. Jij bent serieus, hè? Ja. Nee, maar kan ik goed acteren of niet? Ja. Ja, het hoort zo, dat snap ik zo. Ja, ja, een plafond. Ja, ja, ja. Oh, yo. Hey, nice, ja, ik vind het mooi. Dat is fijn. Ja, Elisabeth is een beetje de baas hè, daarover. Ik vind dat wel best. Dus ik zou zeggen, doe maar. Dat is goede kwaliteit. Ik heb een zakje met schroefjes erbij. En plugjes. Dus hoef je niet meer naar te zoeken. Jullie, want de plafond komt weer anders. Nee, we hebben nu gewoon iets anders. Want het plafond is van gips en dat past er niet. Dus daar moet je even mee kijken. Dat als je in het plafond gaat boren, dat het geen gipsplaat is. En dat je anders andere plugjes gebruikt. Hebben wij niet. Maar goed, wat wil je op je brood? Tom, dank je. Nou, lekker. Doe maar. Ik heb chocopasta gedaan. Maar dat is mijn favoriet. Dus ja. Pindakaas met hagelslag. Oeh, hele goeie. Hele goeie. Wij hebben net nieuwe hagelslag. Alleen de pindakaas was over datum, zagen we. Dus die hebben we weggegooid. Dus ik heb wel een week. Nee, dus ja, die hebben we weggegooid, bro. Maar Milana zei wel dat het heel lekker was.
Dus ik heb alleen hagelslag. Nou, dat is ook. Leuk man, leuk dat je langs komt. Ja, ik was mijn bal kwijt, maar ik zie hem liggen daar. Ja, die roze. Ja, die gejat. Ja. Wanneer? Die schopte ik van jouw tuin naar de buren. En de buren dachten dat hij van mij was, dus die hebben hem hier overheen gegooid. Maar maakt niet uit waar de buren het heen gooien, komt altijd wel goed terecht. Ja, dat is waar. De ene knol is, er woont daar, en de andere knol hier, dus ja. Dat is perfect. Ja, zie je. Als je dan morgen een kapsel op je tuin hebt, dan weet je wat van. Oké, duidelijk. Milan die is weer naar huis gegaan. Die gaat zelf even aan de slag en aan het werk. Ik heb eventjes hier wat in de studio gedaan. Met wel de deur open. Want die moswand die heeft nog steeds een bepaalde geur. Dus dat moet even doorluchten. Ik doe mijn mooie Crocs weer aan. Hier leef ik echt in de laatste tijd. Juist omdat we hier zoveel zand hebben in de tuin. Kan je met deze Crocs zo lekker de hele tijd heen en weer lopen. Dus dat is echt ideaal. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Oké, we gaan eventjes iemand gedag zeggen. En die gaan we even een rondleiding geven. Hij is hier nog nooit eerder geweest. Ik was laatst in ieder geval bij hem. En daar zit hij. Lekker hoor. Yo. Je hebt een mooi plekje zo. Top hè? Zeker. Hoe is het maat? Ja, lekker met jou. Ja, lekker man. Dat is goed. Zo, het lijkt alsof het niet warm is, maar het is wel echt lekker hè? Dat is heerlijk. Ja, bizar. Heerlijk. Ja joh. Ik heb mijn jas wel bij me, maar het is helemaal niet nodig nu. Er zat gewoon een gekke lak op en zo. Ja, wat? Het was gewoon een BMW. Een blauwe BMW met een sirene. Ja, welkom. Ja, thanks bro. Dit is het, hè? Zoals je ziet, moet nog wat gebeuren. Ja, maar goed. Dat is prima, toch? Ja, dat is logisch. Want ja, we wonen er nog niet zo lang. Jongen, het was net. Maar dit is wel echt nice. Dus dit zien jullie eigenlijk ook voor het eerst. Dat de rijplaten zo weg zijn. Dus die hebben ze echt vanochtend dus allemaal in die wagen getakeld. Maar ja, nu zetten we dus de aankomende tijd, net als Roy, gewoon de auto even op het zand neer hier zo. Maar het duurt niet lang meer of er komen tegels en grind. Oh, gaaf man. Dus alles wat je hier zo ziet, dat wordt allemaal grind. Ja. En om de tuin heen en al dat zand, dat lichte zand wat je ziet, worden alleen maar tegels. Gaaf. Dus dat, wat gaaf. Is er allemaal aan de hand, joh? Ja, dit is van alles gaande inderdaad. Hier, kijk hoe dit eruit ziet. Gewoon een blauwe BMW. Oké. Okay. Wel politie neem ik aan. Ja, dat lijkt me ook. Nou goed, ja, kom verder, bro. Ja, thanks, bro. Ik heb heb jij dartpijlen mee? Jazeker. Echt? Ja, tuurlijk heb ik dat meegenomen. What? Ben je een beetje handig met dingen ophangen, boren en zo? Nee. Oh, oké, want het dartboard moet nog opgehangen worden. Dus wat dat betreft. Nee, ik ben daar niet handig in, maar ik kan, alles kan je leren, hè? Oh, dat is dus, zeker waar. Kunnen dat we zeker gewoon waar. Een filmpje opzoeken en hebben we het zo uitgevoerd. Een YouTube tutorial. Ik heb wel vaak nou gezien hoe iemand het dartboard ophangt. Ja. Maar ja. Ik heb het zelf nooit gedaan. Ja, je hebt de officiële afstand, officiële hoogte. Ja. Dus die moeten we dan even aanhouden. Maar dat kunnen we straks waarschijnlijk wel even doen, want we hebben ook gedart bij Roy. En dat ging zo nek aan nek. Maar jij hebt eigenlijk alles gewonnen bij jou thuis. Ja. En ik ga nu vandaag alles winnen bij mij thuis. Dat is een beetje de afspraak die ik graag met je wil maken. Ja, maar goed. Dit is een hele vette gadget aan het huis. Ja. Myron! Ja? Kan jij even iets naar beneden gooien? Hey! Dit is zo nice. Kan je nog iets naar beneden gooien? Nog een pet. Oké, al mijn petjes dus. Kan ik een kaars naar beneden gooien? Een kaars? Nee, doe maar niet. Ja, dit is nice man. Ja. Dit is echt top. Dus dan komt Myron beneden en dan doet ze het deurtje open en dan ziet ze de was liggen. Ja, de was slingert gewoon nooit door het huis in op deze manier. Nee. En dan hier genoeg ruimte om alles op te hangen. En dit is echt top, want je hebt het gewoon op staanhoogte. Daarom is dat. Oh ja, je hoeft nu helemaal niet... Nee, te bukken beneden. Ja, ja. Het is gewoon op staanhoogte gemaakt. Dus je kan veel, veel beter alles gewoon in één keer fixen. Veel praktischer zeg maar. Dus Myron die vertelde dat dit echt een droomruimte was. Ja, ja, dat geloof ik gelijk. Dus hier ben ik niet zoveel te vinden. Maar Myron is hier helemaal in thuis. Ja, dat snap ik man. Dus wat er nog verder komt qua aankleding, zo moeten we even kijken. We hebben nog een spiegel hangen en dat soort dingen. Ja. Maar goed, het is in ieder geval super leuk om de reacties een beetje te lezen van de vlog dat ik bij Roy was. En toen stond er ook als een van de top comments van wat is Roy, een super vriendelijke jonge man die echt super gastvrij is en gewoon grote liefde heeft voor katten en die een prachtige rondleiding heeft gegeven. Dus dat vond ik wel de mooiste reactie die was achtergelaten. Ja, wat leuk man. Dat waardeer ik echt enorm. Dus dank jullie wel. Ja, dat was echt heel erg lief van jullie, dus dank je wel daarvoor. Dus nu probeer ik dezelfde gastvrijheid te geven aan Roy die mij gaf. Ik film natuurlijk niet alles van de rondleiding, want jullie weten ondertussen de meeste dingen al. Maar goed, af en toe een paar leuke dingetjes. Kom voor de bakker. Hier is het toilet. En dit hebben de kijkers nog niet gezien, want we hebben de plant neergezet. Wat is dit? Tada! En ruik ook hoe lekker fris. Kijk, de wc-brit gaat open. Dit is alsof je in een hotel bent. Ja, ziek hè? Wat is dit? Ja, bizar. Zo, dit vind ik echt insane man. Ja, we hebben dus nu net nieuw deze gehaald. En dat hebben jullie kunnen zien in de vlog van gisteren. Dus als je het niet weet,
Foei. maar deze is gloednieuw. Staat echt super mooi. Zit ook net niet in de weg voor de lamp en de spiegel. En we hebben hier van die rituals dingen neergezet. Zeepje, handdoekje hangt daar. Want deze had ik natuurlijk vorige week al opgehangen. Dus ja, dit is echt super nice. Dit ziet er nu zo mooi uit. Echt lekker een beetje tropisch. Daar een mooie ledstrip daar. Dit is wel een eyecatcher van je woonkamer, denk ik, man. Is clean, hè? Denk echt. Ja, daar ben ik ook super blij mee. Het staat zo mooi aan bij je keuken. Dit komt terug ook in het blad een beetje. Die print op je achterwand. Ja, dat marmer wat je ziet van die tegels. Hij kan je ook vertellen, lange boodschap, dit duurt ook niet kort. Nee, dus, ik zit hier heel langer. Ja. Er is ook alle ruimte, dat ik een glied van het Dat is echt ziek, hè? Ja, dat is echt bizar, man. Ja. Wat goed, hè? Ja, dus dit is een hele mooie ruimte. Deze ruimte is ook bijna zo goed als af. Het is echt, echt bizar. Vandaag ga ik er ook nog even een half uurtje zitten, denk ik. Ja, dit is een van onze favoriete ruimtes. Heel even naar buiten filmen. Want daar komt toch een groene snelheidskikker aan. Morgen! Nou, Don die is er ook. Maar dit is onze rustruimte. Ja. Dit is niet normaal. En die moswand hebben we dus net nieuw. En Roy die vroeg zich af van ja, komt hier nog iets? Of wat gaan jullie hiermee doen? Want het loopt dus helemaal door. En dat is een update die ik nog niet aan jullie heb gegeven. Maar Marvin en ik wilden inderdaad eerst hier taatsdeuren hebben. Dus van die glasdeuren die we beneden ook hebben. Alleen misschien laten we het ook wel open. We zitten een beetje te twijfelen. Wat heel erg vet kan zijn. Laat vooral weten wat jullie mening daarover is. Maar wat mij heel erg vet lijkt is dat we hier een taatsdeur doen. Dus dat je hier wel gewoon een scheiding hebt. Maar dat je de badkamer die je hier hebt, dat je die wel gewoon open laat met deze ruimte. Want ja, als je hier een deur gaat doen en je wil 's nachts naar de wc. Dit zou ik sowieso open laten. Ja, dit is helemaal niet handig. Ja. Dus wij willen dit waarschijnlijk open laten. Maar wat nog wel tof kan zijn, is dat je hier echt een super mooie taatsdeur hebt. Ja. Die je dan gewoon open kan doen natuurlijk naar die kant. Je hebt ook een dubbele schuiftaatsdeur. Dat is ook heel gaaf. Maar waar laat je die deuren dan als je die schuift? Ja, dat is inderdaad wel, ja. Ik heb namelijk ook heel vaak van dit soort ideeën. En dan vragen ze me, hoe doe je dat dan? Ja. Yo, morgen! Hey, buurman! Hey, buurman! Goedemiddag. 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 Hoe is het? Ja, lekker met jou. Ja, dankjewel. Vlogception. Vlogception. Sour. Lekker. Ja. Ik doe mijn schoenen wel uit, als je niet even. Ja, graag. Mochten jullie ooit een keer willen blijven slapen, dan kan dit je verblijf zijn. Dit is echt, echt een goud plekje voor als logeer zijnde. Wat goed. Ja. Ook. Ja, man. Ja, gewoon heel sick. Ook gewoon alles. Ook gewoon een douche. Ja, je kan alles doen wat je wil hier. Oh ja, en dan staat er één groot bed en één zo'n bankbed. Ja, we hebben hier inderdaad een slaapbank. Die kan je dan uitklappen en dan kunnen twee mensen slapen. En hier hebben we gewoon een tweepersoonsbed. Ja, het moet nog afgewerkt worden, want zoals je ziet, er worden nog stopcontacten gemaakt aan de zijkant. Maar uiteindelijk, ja, dit is wel. En er komt hier trouwens nog een douchecabine, maar die moet op maat gemaakt worden. Ja. Maar ja, voor de rest kun je alles doen wat je wil. Lekker, man. Ja, mooi, man. Daar komt hij, dames en heren. Ik doe even het licht aan. Ja, dit is wel echt gruwelijk, hoor. Dit is echt gruwelijk. Ja, gewoon op één, denk ik. Ja. Yes! Oké, mannen. De man cave. Let's go! Deze is zo gruwelijk. Holy shit. Zo. Holy shit, gast. Dit is dik, hè? Wow, dit is echt fucking dik. Oh, zo wat groot. Lijp, hè? Oh, dat zou je nou zo van daast. Jezus, wat een bank ook, hè. Ja, dat is echt niet normaal. Ik heb nog nooit zo'n grote bank gezien. Nee, wij ook niet. Nee. Totdat we hem kochten, toen dachten we, wow, hier, besef gewoon dat deze in het appartement stond. Ja? Ja, dat paste eigenlijk ook niet helemaal goed. Maar hier komt hij goed tot zijn recht. Dat is echt top. Maar we gaan lekker potje poelen, want we moeten het nog even een beetje uitvechten. Ja, zeker. Bijvoorbeeld nog een koelkast zetten of iets? Of is het, dat hoeft niet, want je loopt hier zo naar de koelkast. Nee, dat is overbodig. Maar wat we wel nog heel erg graag willen, is dus een dartboard op de muur. Dat moet bij hem zijn. Jij bent klusser geweest? Die moet bij mij zijn. Timmerman. Ja. Hoeveel jaar ervaring? Anderhalf jaartje. Oh, dat vind ik wel weinig eigenlijk. Ik heb het ook bij hem gedaan. Ja, Don en Roy die zijn allebei, ja, trouwens Okke, die is de timman geweest. Ik dacht zo, die heeft een partij ervaring. Ja, maar als je anderhalf jaar lang, elke dag, vier, vijf dagen per week werkt, dan kan je echt gewoon dat bord bollen. Ja. Althans in de buurt. Dus we moeten even de professionele hoogte, professionele afstand en dan dartboard. Hij heeft het ook bij mij thuis gedaan, met dartboard. Heeft hij ook allemaal zelf gedaan, klopt dat? Ja. Oh, nice. Althans zo ziet het eruit. Ja, niet dat de triple 20 onderhangt in plaats van boven. Komt helemaal goed. Nou, Roy die wil zich helemaal klaarmaken voor het poel al. Wat zoek je? Focus. Wat zoek je? Ik zoek de driehoek. Die ligt daar. Oh. Ja, we hebben wel dus dit geïnstalleerd. Dit is zo nice. Hoppakee. Ja, dat is echt goed. Even je keu pakken. Ja, deze moet je ook kopen, maat. Wat is dit voor ding? Ken je dat niet? Oh, wacht. Is dat dat je hem zo neer kan leggen? Oh, je stopt erin. Oh, wat goed. Ja, echt nice. Dat is het hele pakket. Ja. Dit ruikt naar chic. Het ruikt naar van Melle. Ja.
Is dat echt zo? Ja! Ik heb nog niet geroken. Ruikt naar Shaq? Ja! Ik ruik gewoon mijn opa van haar alleen. Wow, echt zware panellen inderdaad. Ja, dat blauwe pak er één op één. Maar dat is een nieuwe geit, denk ik hoor. Ja, het is echt ziek. Ja. Maar dan heb ik geen steentje eraan, man. Bizar. Maar je ruikt het zo niet, maar ik rook het net gewoon toevallig. Ja, wat gek. Ik heb nog niemand gehad hier die aan de tafel rookt. Maar, vaker. Hé, maar dat kleed wat jij hebt, zeg maar, die is dus echt aan vervanging toe. Ja. Je hebt 27 verschillende kleuren die je kan kiezen aan kleed wat je erop wil hebben. Dat laat zien, dat is echt bizar, man. Dus kan je wel connecten, want dat kleedje van jou, die is wel mooi vervangen worden, ja. Nou, top. We gaan even een rematch doen. Let's go. Let's go, man. Wie gaat afstoten? Teken papier, schaar. Wie doet het? Wie wint, doet het. Oké. Teken papier, schaar. Teken papier, schaar. Oké. Maar zien. Nog niet! Maar ik mag twee keer. Oh. Nu komt het niet bij. Dus pak ik even met mijn rol mee op. Dit is echt goud hoor. Zit er op? Ja, dit moet gewoon ook. Nee! Ruim er tussendoor. Ik wist niet eens dat dat bestond. Als hij erin gaat, gast. Maar dit is een beetje zo'n kinderrek. Je kijkt naar bonen toch? Kinderrek? Dit is gewoon profi shit hoor. Dit is geen kinderrek. Doe hem daar even maar erin. Ja! Ja! Hij zit er toch in. Heel druk. Ja, we hadden een korte boelen. Met de dikke kant met de dunne. Oh! Heel erg. Boom! En het publiek gaat los. Zo, ik moet zeggen. Wacht even. Ja, twee keer. Maar hij was wel mooi die, want die zijn moeilijk te poppen. Wie staat ervoor? Zo. Wie de eerste twee punten had, dat is het een beetje. Zo. Ik had deze gewoon winnen. Oh! Zag je dat? Gast, dat was gewoon een trickshot. Ik ben echt een leek hoor.
Zo. Wow! Ja! Ja, dit was wel een zieke finish. Ik dacht heel even dat die witte bal er nog in ging. Maar zelfs die bleef liggen. Het is namelijk zo, en dat heb ik vaker. Als ik dan de zwarte als laatste over heb en de tegenstander heeft nog 2 of 3 ballen, dan verlies ik eigenlijk bijna altijd. Omdat ik veel te lang aan het klooien ben met die zwarte bal. Ja, en Roy die heeft een zieke inhaalrace gemaakt. Echt, echt lijp. Die finish was echt clean. Dankjewel. Dan verdien je het. Was echt weer... Zo leuk? Nek aan nek. Ja, echt weer niet normaal. Maar ik heb wel verloren en bij jou en bij mij. Nou, nu het darten nog. We kunnen het nog vaker nog over doen. Dat is zeker waar. Oké, we gaan eventjes aan de slag. Ik heb hier de rolmaat in mijn handen. En we gaan weer lekker bezig met klussen in het nieuwe huis. Dus, wat hebben we hier? We hebben Okken, 1,5 jaar ervaring. Ja. En we hebben een dartboard. Dus we gaan eventjes alles opmeten. Ah, dan moet het goed komen. Nou, we gaan beginnen. Ja. Gaan we even fixen dan. We gaan even boren. Het is niet helemaal gelukt met het boren uiteindelijk. Maar we weten waarschijnlijk wel waardoor het komt. Omdat de muur niet goed is voor de boor die ik heb. Of tenminste dat opzetstukje. Hoe noemen we dat eigenlijk? Dat is gewoon een boor. Oh, dat is gewoon letterlijk de boor eigenlijk. Dus die hebben we niet precies de goede. Dus we kunnen het dartboard niet ophangen. Maar hopelijk binnenkort dat de klusjesman, de timmerman of een bouwvakker wel de juiste boor heeft. Dus dan ga ik even vragen als die morgen weer komen. Maar wat wel gelukt is, het avondeten. Dit ziet er zo ongelooflijk goed uit. Eet smakelijk, mannen. Het smaakt zoals het eruit ziet. Heel goed. Ja, hè? Ja. Dat heb je echt netjes gedaan, schatje. Dankjewel. Echt super lief. Echt heel erg mooi en lekker. Zo, dames en heren, we gaan eventjes naar de studio. En dan gaan we, omdat er zo goed op gereageerd was de vorige keer, eventjes bezig en sleutelen met AI. En ik ben heel erg benieuwd wat Roy gaat opgooien. Ik denk dat hij aardig wat leuke dingetjes kan vertellen waar we wat aan hebben en daarmee leuke dingen kunnen creëren. We hebben zo ongelooflijk hard gechilled in de mancave. Don en Okke die zijn er ondertussen vandoor. Die hadden vanavond nog andere plannen. Maar Roy die is blijven hangen en wij hebben bij Roy 2 potjes gespeeld en dan had je 2 keer gewonnen. Ja. En nu hebben we hier die potjes verder gespeeld en nu staat het totale score 10-7. Ja man. Dus ik ben toch blijkbaar een beetje beter geworden in het poelen. Maar ja, ik heb er nu zelf ook één thuis. Dus kan ik lekker gaan oefenen. Maar we gaan eventjes wat opnemen op de computer. En dit is wel echt super vet, gast. Heel veel mensen reageerden ook van, hoe kan dit? Of bizar. Of dit wekt wel echt hele leuke reacties los. Dus we gaan er eens even wat voor moois van maken. Roy, wat wij gaan doen is het volgende. Wij gaan door middel van woorden gaan wij iets creëren. Dus ik zal je even een voorbeeld geven. Dit is echt een super simpel voorbeeld. Dus wat ik nu ga typen is... Imagine, dus hè, fantaseer. Cinematic filmposter of Mario. Gewoon alleen dat. Ja. En dan doe ik die eventjes in 16.9. Dat is het enige wat ik doe. Ja. Nou, dan gaat die AI die gaat iets genereren op basis van de woorden die ik heb doorgegeven. Ja. Duurt maximaal 60 seconden. Dan krijgen we een afbeelding. Echt? Maar het is niet zo dat als ik nu dezelfde opdracht zou invoeren, dat ik één op één dezelfde krijg. Als het goed is niet. Wauw, lijp. Dit wordt wel echt heel erg leuk. Ja, je mag straks wat random dingen opgooien en dan gaan we kijken wat eruit komt. Ja, oké, let's go. Gaan we kijken? Ja, let's go. Oh mijn god. Boom, gast. Dit is ook gewoon echt lijp. Holy shit, gast. What? Check hoe vet dit is. What the hell, man? En kijk wat hij allemaal hier heeft bedacht. Wat zijn dat allemaal, gast? Dat zijn al die poppetjes een beetje. Maar dit is... Je geeft gewoon letterlijk 1 opdracht en dit komt eruit. Ja, dus wat ik nu doe, als ik nu zoiets heb van... Wow, gast, ik vind deze toch vet als achtergrond. Die rechtsboven. Ja. Doe ik U2. Dat is upskill 2. Dan gaat hij alleen die pakken in de hoogste kwaliteit. Nou, dan wacht ik even. Nou, heb je hem. Sla ik hem op. En we hebben een nieuwe achtergrond. Dit is toch lijf? Ja, dit is echt insane. Kijk wat voor vette achtergrond het is. Hij is ook gewoon echt gruwelijk. Kijk, en wat dit dan is, dat moet je dan even zelf invullen. En wat dit is, ik heb geen flauw idee. Ja. Maar je begrijpt Hoe het idee. Dat? Dit is van alles mogelijk. Dus, imagine. Kom maar op. Okay. Wat wil je zien? Imagine, Enzo Knol. Oh nee, maar dan moet je... Dan moet je misbruik maken. Ik moet zeggen, Mario kent hij omdat Mario is heel veel populairder dan dat ik ben. Dus Enzo Knol kent hij niet. We kunnen het voor de grap doen, Enzo Knol. En we gaan kijken...
kijken wat er uitkomt. Enzo Ferrari. Oké, dus we doen het Enzo Ferrari? Nee, Enzo Knol. Oh, en dan Enzo Ferrari. Met een Enzo Ferrari. Oké, dan doen we gewoon super realistic Enzo Knol. Ja. Enzo Ferrari. Car. Ja. Sportscar of zo, denk ik. Sportscar, kan. Ja. Het is echt een supercar. En dan zou ik zeggen flyer. On a flyer. Op een Top Gear blad bijvoorbeeld of zo. In een magazine. Ja. In een magazine. Ja. Oké. Nou, gewoon dat? Ja, dat is hem. Hij heeft echt Enzo Ferrari gemaakt. Of ja. Proberen te maken. Ja, ja, ja. Kijk hoe dit eruit ziet, het gast. Is wel deze heel ook. Bizar. Het is wel echt heel bizar dit. Lijp, hè? Ja, man. Deze is ook vet, hoor. Ja, gruwelijk. Damn. Gruwelijk. Dit heeft AI gewoon gemaakt. Je ziet wel dat je heel erg moet spelen met woorden en echt ja. Super specifiek ja, moet zijn. Ja, inderdaad. Justin Bieber, wearing Rolex Submariner. Op het strand. On the beach. On the beach yeah. Drinking a cocktail. Ja, met sunglasses. Wearing sunglasses. Ja, alles moet in het Engels. We moeten af en toe even zoeken naar woorden. With rainy weather. With rainy weather. Oké. Okay. Dat is hem, hoor. Dat is hem? Ja, dat is hem. Ja. Maar heb jij nog iets anders waarvan je denkt van, joh, dat is hard? Een animatiefilm of misschien Leonardo DiCaprio? Ja, man. Of... Ik ben helemaal Jason Statham fan. Jason Statham? Ja, man. Dat is mijn favoriete acteur. Oké, dan kunnen we misschien iets maken met Jason Statham. Kung Fu Panda stijl. Ja, dat zou echt sick zijn. Ja, in ja, Japanese stijl. Ik vind Spider-Man heel vet. Ga Spider-Man? Ja, ik vind Spider-Man zo I got vet. You. Spider-Man, ja. Daar komen lijprenders uit. Ja? Ja. Want ik heb al Spider-Man gemaakt met een Pikachu-tas en tuurlijk. Zo. Ja, en ik ben helemaal Bassie Nadriaan fan. Dat weet ik niet. Wereldwijd Bassie Nadriaan. Ja, ja. Bessie en Adrian. Oké, klaar go voor? Go even Carol fan. Ja, let's go. 1, 2. Ho. Oké. Ho eens even. Dit is jonge Justin, soort van. Het is wel een smooth boy, ja. Dat wel. Sunglasses, rainy weather. Het klopt wel, ja. Op het strand, lijp, met een cocktail, met een Rolex. Ik zou niet weten waarom je eigenlijk ook in die setting daar zou gaan zitten. Nee, ik snap het ook niet. Ja, deze is het meest dicht bij onze beschrijving. Oh, wat is dit? Hij heeft ook twee om, kijk. Ja. Oh, de ultimate flex. Ik vind hem het dichtst in de buurt komen, ja. Ja, deze is best gelukt, hè? Ja, 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 ja. Ja. Jij had namelijk iets met Jason Statham. Ja. Wearing a black suit. Doing kung fu fighting. With a panda. With a black panda. In a Japanese setting. Against a panda. Dat zou echt grappig zijn. Dan doe ik... Doing kung fu fighting with a panda. Against a panda. Ja, yeah, against. In a Japanese setting. Dat is hem? Ja, is goed. Oh. Wat? Gast! Nee! Het lukt ook nog! Kijk deze! Nee, maar kijk deze, gast! Wat? Maar deze lijkt er het meest op. Ja, 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 ja. A boy. Somewhere on the planet Earth, seeing a comet falling down from the sky, knowing it will blow up the whole world. So, basically the end of the world. Want hij ziet een komeet op zich afkomen en denkt gewoon van, oh, dit is voorbij. Holy shit, gast. Zo! Kijk deze gast. Wauw. Dit is lijp, hoor. Kijk wat we hebben gecreëerd, gast. Het is gewoon een kind. Deze is niet normaal. Deze vind ik ook niet normaal, trouwens. Ja, ja, dit is lijp. Hij ziet gewoon een komeet in de wereld neerstorten. Gewoon wetende, it's all over. Die Rain of Fire, die is ook mooi gemaakt hier. Wow. Ik ben echt even verbaasd gewoon, man. Wanneer je vriend langskomt met illegaal vuurwerk... Ja. Zo'n grote vuurbal, jongen. Ja, deze twee weet je gewoon van, oké. Maar deze twee? Ja, wow, lijp, hè? Vast. Echt heel ziek, ouwe. Ja. Make a cake in the shape of Leonardo DiCaprio. Dat schrijven ze aan elkaar. En misschien ook dat je dan erbij kan zetten, die actor of zo, weet je wel? Dat hij dan nog meer begrijpt. Ja. Gras, jij... Ja. Hij is echt goed. Ik heb iets geloofd met die maker cake, jongen. We moeten alleen maar taarten maken. Ja, kijk dan, man. Taarten van Abel is er niks bij. We moeten alleen maar taarten maken, joh. Ik vind ze allemaal wel redelijk. Ja. Ja, ze zijn allemaal wel lijp. Ik kan je vanaf pulken van die taart. Wow, man. Ja, op zich ook wel cool. Echt heel ziek, hoor.
Echt heel ziek. Ja. Ja. Ja, man. Ja, is goed gelukt. Jij vindt het leuk, ja. Hè? Make a cake in the shape of Elon Musk. Ja, die moeten we dan ook gooien, toch? Ja, ja zeker. Kijk, ja, hier maakt hij een cake. Wat de hel? Kijk, hier is hij ook een cake aan het maken. Ja, hier, je maakt Elon Musk gewoon een cake. Wat de hel? AI is insane, man. Echt lijp. Kijk, dit is ook gewoon een Elon Musk cake. Zeg nog iets moois, Roy, alsjeblieft. Iets van Dwayne Rock the Johnson. Okay. Make a cake in the shape of Shrek. The Johnson. Oh! Wow, gast! Oh, wat vliegt hij naar binnen, gast? Wow, hij gaat ook weer naar buiten, denk ik. Wat is dat? Oh mijn god. Maat, ik heb nog nooit zo'n groot beest gezien, hè? Wow, yo. Maar wat is dat? Holy shit, gast. Ja, ik weet niet, wat is dat voor beest? Als hij ontsteekt, dan ligt hij. Ben je dood, denk ik? Zo, er zit een partij gif in dat beest, denk ik. Holy shit, maakt het lawaai, gast. Holy shit. Oei, yo. Oh. Holy shit. Oei, yo. Wat is die? Wat is die? Hij zit hier in de mosland. Kijk dan, hij zit hierin, kijk dan. Het is een torgast. Wat is dat voor ding? Wow, het is een zieke tor. Hij is bezig met die moswand. Hij is aan het knippen. Ja, ik zweer het je, kijk dan. Zie je dat? Gast, ik heb nog nooit zo'n groot insect gezien in Nederland, man. Echt niet? Nee, echt niet. Nou, welkom in de jungle, man. Ja, man. Welkom in mijn achtertuin. Ja, dit is echt leuk. Nou, ik hoop dat hij blijft zitten en dat hij voor de rest niemand kwaad doet. Kijk dan. Holy shit. Yeah, man. Holy shit, dit ding is groot, man. Oh my god, dit ding is groot. Maar dit is gewoon echt een tor. Echt een buffel is dit, man. Ja, gewoon gezelschap. Ja, we hebben sowieso wel wat insectenkenners in de comments zitten. Maar wat is die soort van angel? Is dat gewoon zijn staart? Ik weet het ook niet. Die achterkant, gast. Dat was waardoor ik echt denk ik weg wees hier. Jij liep tegen de plant aan. Ja. Ah, ja. Deze is allemaal goed. Wat? Deze ook. Die is echt nice, hoor. Deze ook sick. Die ook, hoor. Mooi, joh. Ha. Dit, make a cake is echt een goeie, ja, man. Ja. Maar ja. Dit is dus het mooie. Jij zei iets waarvan ik dacht, iets. Gast, wat zeg je nou? Het is fantastisch. Deze is wel echt mooi, ja. Echt wel. Oei. Ja, deze is echt mooi. Oh. Nou, hij wist wel dat Dwayne Johnson de Rock kaal was. Ja, dat wist hij gewoon. Dat wist hij wel. Kijk even. Oei. Make a cake in the shape of Katy Perry. Make a cake in the shape of Vin Diesel. Of Vin Diesel. The actor. Oh, super. Realistic. Mr. Bean. Saving the world. With his teddy bear. Ja. Oké, dames en heren. Dit zijn de laatste. Vin Diesel. Wat? Ja, die is echt mislukt, man. Ja, deze echt is echt mislukt. Ja. Een grote taart, hè. Ook mooi dat er dan weer een kaal persoon naast ja, zit. Ja, dus hij weet het wel een soort van. Maar ja. Vin Diesel is blijkbaar niet bekend genoeg voor de AI. Oké. Katy Perry. Oh, die had je ook gedaan. Ja, oh, make a cake of Katy Perry. Enigszins goed gelukt. Ah, Katy Perry staat blijkbaar bekend om mijn kleuren. Ja, oh, je ziet hier zelfs een watermerkje doorheen. Ja, ik weet ook niet waarom. Wow. Holy moly, deze is wel cool. Jammer alleen, dit beertje had hier moeten zijn, dat had die perfect geweest. Ja, ook al is deze vind ik ook wel cool ja. Hoor. Je ziet wel dat hij weet wie Mr. Bean is. Dit is een mooie afsluiting. Ja, dat vind ik ook. Zo, dames en heren, het is tijd om lekker naar bed te gaan. Het is bijna 1 uur in de nacht. We hebben nog urenlang beneden in de man cave lopen poelen met z'n tweeën. En het staat nu op dit moment 16:10 voor mij. Bizar, we hebben zoveel potjes gepoeld. Heerlijk gepraat, was echt hartstikke gezellig. Heel erg bedankt allemaal voor het kijken. Hopelijk hebben jullie ook genoten. Vergeet niet even dat duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Ik zie jullie heel graag morgen om 4 uur mijn gloednieuwe vlog. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette, peace.